Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Florien en vandaag loop ik een dag mee met het dierentehuis Zeist. En het dierentehuis Zeist is gewoon een, volgens mij is het gedeeltelijk asiel, gedeeltelijk misschien dagopvang, maar sowieso, hoe zeg je dat, als mensen op vakantie gaan, kan je daar ook je dier naartoe brengen. En ik heb daar heel veel zin in. Het is ook best wel, ik had al op Instagram gezet dat het best wel een speciale vlog wordt. Of met een speciaal tintje, omdat mijn allerliefste kat, Antoine, daar ook vandaan komt. En zoals de meeste van jullie weten die mij volgen op Instagram, daarom moet je mij ook volgen op Instagram, kennen Antoine en iedereen is dol op hem. Maar daar komt Antoine vandaan. En die hebben wij daar toen geadopteerd, echt heel lang geleden. Ik denk echt, hij is nu, hij wordt 18. En we hebben hem, mijn moeder zei dat we hem hadden toen hij 1 was. Ik dacht 3. Dus dan zit je tussen de 17 jaar en de 15 jaar ongeveer. Als je dan vanaf volgend jaar rekent. Dus ja. Dus dat is heel bijzonder. En ik heb er heel veel zin in. Ik heb gewoon lekker zin om met diertjes lekker te kijken. Te kijken wat voor dieren er zitten. En ik vind het ook belangrijk om het verhaal erachter te vertellen. En te laten zien aan jullie kijkers. En ik hoop dat jullie dat ook weer doorgeven aan anderen. Dat je beter een dier uit het asiel kan halen. Dan elke keer maar weer puppies te kopen. Want we willen allemaal leuke puppies. Maar die puppies na een half jaar of een jaar is je alweer groot. En dan is het niet meer zo schattig. En dan is het niet meer, oh leuk. Dus ja, ik weet, er zijn zoveel dieren in het dierenasiel die daar zitten. Kleine dieren, grote dieren, rashonden, geen rashonden, puppies, geen puppies. Ze hebben er van alles. Dus ik ga nu rijden. Het is ongeveer 20 minuutjes. Dus ik kom er 5:10 aan, dus ik ben lekker ruim op tijd. En dan zie ik jullie als ik er ben. Zoals je ziet ben ik aangekomen. Ik ben hier met Marlies en we gaan de kat voeren, toch? Ja, we gaan nu de katten even voeren. Zo komen de vrijwilligers die gaan helpen met de schoonmaken en de waterbakjes en dat soort dingen. Want waar begin je trouwens 's ochtends mee? Begin je dan echt eerst met schoonmaak? Doet iedereen verschillend zijn ding? We beginnen 's ochtends met het uitlaat van alle honden die er zitten. Uitlaat van alle dus honden. Dat is het allereerste wat we doen. En daarna... Oh, wacht, ik moet er even eentje hierheen laten, want die krijgt speciaal voer. En als alle hondjes zijn uitgeweekt, dan krijgen we van 9:30 tot 10... klanten die pensionhonden komen brengen of komen halen. Of ja, oh, dat was vaste tijd inderdaad. Dat weet ik nog altijd. Is hij dicht? Ja. Ja. En, hello kitty! En daarna beginnen we dus met inderdaad van, dan om 10 uur beginnen we dan met de voeren, medicijnen, ja, en dat soort dingen. Ja, ja, ja. En met de schoonmaak. Ik zeg altijd, doe dat net alsof ze nooit wat krijgen. Kijk, dan moet je daar kitties. En dan moet je hier. Hallo! Die horen bij elkaar, dat is een duo. Dus als je ze wil adopteren, dan... Ja, die willen gaan met z'n tweetjes. Die, en hoe, zijn die ook met z'n tweeën gekomen dan? Ja, die zijn afgestaan met z'n tweeën. Oh. Dus die zijn helemaal aan elkaar... Samen weer verplaatst worden. Hij eet altijd een beetje typisch. Hij Oh my god, dit is zo grappig. Ja, en dan komen zo de, komt de vrijwilliger helpen om hier schoon te maken. De kattenbakken schoon te maken. De vloertjes aan te vegen. Oh ja. De bekjes opnieuw opmaken. Ja, oké. Okay. En dat, elke dag gebeurt dat? Elke dag. 7 dagen in de week. 7 dagen in de week. Maakt ook niet uit of het kerstmis is. Ja, ze moeten... Ja, tuurlijk. Nee, ja, ik begrijp het. Ja. Wauw. En allemaal vrijwilligers? We hebben 120 vrijwilligers en we hebben 6 vaste krachten. Oké. Okay. En er zijn iedere dag zeg maar 2,5 mens zeg maar vaste krachten. En dan een stuk of 10 vrijwilligers. Ja. En die helpen dan met uitlaten van de honden, met helpen met schoonmaken. Ja. We hebben ook Bali-vrijwilligers die vanmiddag helpen met de telefoon opnemen, met administratie. Dus het is voornamelijk gebaseerd en gebouwd op vrijwilligers. Ja, het is echt, en zonder vrijwilligers kan het eigenlijk... Kan het nooit, nee. Ik vind dat zo bijzonder altijd, dat dit soort organisaties altijd gebaseerd zijn op vrijwilligers. Terwijl, ja, ik zou dat toch wel eens anders willen zien of zo. Dat ja, er dan het gewoon... is eigenlijk best wel noodzaak dat we er zijn. Daarom. Er komen genoeg. Ja, en het is hartstikke mooi werk en het moet, dus ja... ja. Maar ja, gelukkig zijn er ook heel veel mensen die het gewoon heel leuk vinden om te helpen. Ja. Dus daar zijn we dan heel blij mee, hè. Bij de honden gaat het wat lastiger. Maar dat is omdat honden over het algemeen natuurlijk toch wat meer... Kom, fetchie, even eraf. Kom. Eén snoepje. Kom, fetchie. Kom, jullie moeten... Nee, die wil niet. Ja, maar je mag ook maar één snoepje. Fetch, kom. Die wil mee. Luister, kom. Ja, kom.
lopen jullie eens door. Lekker meewerken dit weer. Nee, niet Eddie. Ik denk dat ik wil niet bij die twee. Oh my god, dit wordt zo'n leuke dag. Hi. Hey. Oh, jij vindt mij heel spannend. Nee hoor. Hij ja? Vindt, hij vindt het leuk. Wat een cutie ook. Ja, dat is ook mooi. Ja, hartstikke sterk, dus daar moet je dan ook weer iemand voor vinden. Oh, ja. Wat is dit? Dat lijkt op een labrador, of niet? Nee, het is een er zit iets van een Stafford in. Ja, dat zag ik inderdaad ook. Met kruising. Ja, dus dat is altijd een kijk, beetje... Kijk, daar zit wat in een mandje, dus moet even snel naar binnen, dat dit niet ontsnapt. Hey. Oh my god. Kijk daar. Oh my god. Cutie. Die zijn als kittentjes binnengekomen. Of als jonge volwassen. En wij zorgen dan dat ze geholpen worden. En dan gaan we ze daarna natuurlijk herplaatsen. Hier, waar ben je? Domme poes. Wat zit jij er nou nog? Je bent wel hartstikke lang. Hallo. Die is echt het hoofd. Nou, kijk, hier zijn ook nog poes. Nog meer kiddies. Wat betekent dat? Geschonken door IFAW. Oh, dat zijn sponsorbordjes. Dus er kunnen bedrijven of particulieren die kunnen die betalen dan zeg maar per jaar een x bedrag. En dan krijg je zo'n bordje op en dan sponsor in feite dit hok. Ja, ja. Dus dat is voor ons dan weer een soort kleine inkomstenbron. Ja, oké. Het is hier veel kouder dan voor. Ja, ik vind hier ook best wel koud. Oh, wat schattig deze huisjes. Ja, dit is alleen nou echt een soort huisje. Heel oud. En dit staat volgens mij al 60 jaar. Dus hi, Kitty. Kijk, hier binnen is het lekker. Kom maar. Mami. Ja, die denkt, ik zit die deed nog binnen. Mami. Ik ga even kijken. Brokjes heb ik voor je. Nou. Brokjes. Oh ja, hier zit het lekker warm. Oh, wat een cute huisje. Waarom is er nog iemand voor jou? Ik wil weten. Beetje zoals ik. Nou, weer een leuk beestje. Ja. Ze zit al op drie nu. Ik zal maar niet zeggen dat ik hem wil hebben. Ah, ik denk toch om. Nou ja, kijk, straks als dan de vrijwilligers er zijn, die gaan natuurlijk ook echt even met z'n teun keutelen en een beetje gezellig. Volgens mij zit hier niks meer. Jawel, er zitten daar. Oh, ja, oh wel. My god, er zitten er 30! Er zit er niks op het paaltje. Ze zitten erin. Oh my goodie. Oh, nog meer! Oh my god, ik word helemaal gek. Kijk, wat je dan verwacht in ja, gewoon, ik vergeet altijd hoe dol ik ben op dieren. Ja. Dus dan vergeet ik het. En ik zei ook al aan het begin van de vlog, ik heb er echt zoveel zin in, lekker met dieren. En dan ben ik er eenmaal en dan word ik eigenlijk helemaal gek. Eentje is er naar beneden gegaan. Die zit daar. Oh, kijk nou. Kijk eens. Lekkere brokjes. Zo. Oeh, je gaat me echt aanvallen. Nou, zeg hem. Oh, nou. Zo, die was aan het blazen daar. Oh, echt? Ja. Niet zo wild, zeg. Oh, wat een cuties. Oh, ik ben bijna in de waterbak. Oh, ja. Daar is die. Hier bijna 3 jaar nu. En ik ben hiervoor 10 jaar beheerder geweest in dierenasiel in Zandvoort. Oh, in Zandvoort helemaal? Ja, dan kom je daar. Oh, ja. Hi. Oh, hallo. Hey, mooie poes. Oh, hi. Oh, jij kijkt echt alsof je me wil doodmaken. Hier zit niks. Hi, lieverd. Dat is die boze boef. Oh ja, die. Nee, boef. Je moet ook altijd nog opletten, want soms heb je echt hele woeste types. Want dit is dan wel de quarantaine, dus dit zijn allemaal. Oh, ik wou net zeggen, waarom zitten die hier? Maar die zitten hier natuurlijk met een reden. Dus dit zijn dan katjes die inderdaad net van straat komen of die zijn afgestaan. Afgestaan. Dus hier 14 dagen. In quarantaine om te zien of ze inderdaad nog door een eigenaar worden opgehaald. Oh, dat heb je natuurlijk ook nog.
Ja, en dus ze gaan met foto's al op Facebook of op Amivedi, weet je, de vermiste website. Ja, ja. Nou, en als dan mensen binnen 14 dagen zich melden, kunnen ze hem ophalen als ja. er wat is. Ja. En anders gaan ze zeg maar de plaatsing op, dus naar de afdeling waar we net waren. En wij zorgen dan dat ze ingeënt worden, gechipt worden. Dit is een mooie katje. En dan katje. Mogelijk weer herplaatst worden. Ach, ja, dat is een kat die kwam al uit het asiel. Oh. En die hebben geplaatst en die is weer teruggekomen. En dan gaan ze ook weer in? Twee omstandigheden. Ja, omdat ze dan natuurlijk 3 jaar is weg geweest. Oh, zij is echt ruime tijd weg geweest. Ja, ze toch even weer kijken. Zo. Ach, dus zij is weer terug. Dat is ook een heel, wel een wat woeste poes is. Die heb je nog meer katten. Oh my god. Die gaan in het donker. Ik ga het lichtje aandoen. Hallo, kitty. Hallo. Hi. Oh, hallo. Nou, dit zijn krabben, hè? Dit vroeger hondenkerels. Hallo, kleine cutie poes. Dit is een ondergooide snoepjes dan wel. Oh my god, zo cutie. Oh, hallo, kijk nou, zo cute. Kijk, dus dit waren vroeger hondenkerels. Oh, ja. Die dan zeg maar al een dag of 8 in kleine hokjes hebben gezeten. Dan schuiven ze door. Dan is dit nog steeds wel de quarantaine. Maar dan hebben ze gewoon een oké. Poes, oh, you're so cutie too. Saartje, oh Saartje, je bent echt een schat. Pluto, oh mijn god, ik ga stuk. Hallo lieverd. Hi. Okay, het rijtje pensionhond. Daar zitten de pensionhonden gewoon. Ja, dat zijn de binnenverblijf. Dus zijn eigenlijk net van die verblijf als we ja, net ja, ja. zien. Maar dat is natuurlijk gescheiden van de ja. En dan doen we als het lekker weer is, dan kunnen de pensionhonden, omdat ze niet allemaal een eigen buitenhok hebben daar, kunnen ze in deze rennen in de zomer. Want dan hebben ze in ieder geval overdag lekker een beetje reuring. Ja. En dan gaan ze van daaruit natuurlijk de speelveldjes op. Ja, dat is leuk. Als je dan voorbij komt rijden met de auto of hier langs rijdt, dan zie je altijd die honden buiten. Ja. Oh ja, dan zitten ze lekker hier. Ja, dus en gebeurt dat nu ook nog met dit weer? Ja, tuurlijk. Ja, want ze moeten plassen en poepen. Ja, oké. Ze moeten er toch uit en ze moeten even kunnen rennen. En als ze dan met andere honden kunnen, is het leukste, want dan kunnen ze natuurlijk echt spelen. Ja. Ik ben hier met Rosa. Hoi, Rosa. En ja, jij maakt schoon dan, toch? Alleen. Ja. Dus dat doe je ook meer dan dat? Nee. Bijvoorbeeld honden uitlaten of iets? Nee, ik doe wel het knuffelen met ze. Erg belangrijk. Ja. Ja, ze zijn ook zo schattig allemaal. En, ja, ik heb een voorkeur met sommige bepaalde honden. Ja? Dus dan, en ik ben met, ja, als ze bijten en zo, dan ben ik niet zo goed met ze. Dus daar doe ik dat niet. Nee, dat snap ik. Maar, en van de honden die er nu zijn dan, welke heeft dan je voorkeur? Anna. Die zit daar, dat is een hele. Dat is die grote toch? Ja, die is zo cute. Dat is de meest knuffelende hond. En ja. Die echt een nieuw huis krijgen. Een boerderij of zo met veel kinderen die elke dag met hem knuffelen. Ja, ik zei ook al net tegen Marlies, ik zeg, oh my god, deze wil ik. Ja. Zo lief, zo schattig, zo heel eibaar en heel fragiel zo in haar hokje. Ja, ze is alleen wel groot, dus je kan er niet. Ja, daarom zei ik ook van ja, ik woon midden in de binnenstad. Dus dat gaat, het wordt hem niet. Het is gewoon bij wijze van. Ja, dus het voelt niet als werk. Het voelt echt gewoon dat je iets terug kunt doen voor die honden. Die het echt gewoon verdienen. En je doet ook gewoon wat je kan. Want ja. Ik heb ook nog een dochter op school, dus ik heb een bepaalde tijd. Ja. Maar in die tijd probeer ik altijd zoveel mogelijk te doen. En het is echt gewoon. Ja, het voelt echt gewoon niet als werk of zo. Als werk, nee. Het voelt gewoon als iets wat je doet. Ja, dat je en wat dankbaar is. Die honden die het zo goed verdienen. En je kan ze niet allemaal mee naar huis nemen, maar je kan wel zorgen dat ze een warm bandje hebben. Ja, dat is waar. En dat ze gewoon, de tijd dat ze hier zitten, dat gewoon goed is. Ja. Je niet allemaal apart op de lijst doen, maar die gooi je dus gewoon los. Dat doen jullie altijd? Ja. En dan sluiten we ze, zeg maar, deze kant. Ja. Oh, hi, yeah, let's go. Jump. Oh, go. 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 Go.
En waarom gaan die anderen dan niet allemaal mee? Omdat dat in groepjes is of zo. Wat is dat nou, dat blaffen van die honden? Is dat dan communicatie of zo? Ik heb me dat namelijk altijd afgevraagd waarom het altijd zo heftig is. Als je dan zo'n asiel binnen of zo'n kennel binnenkomt en iedereen keihard gaat lopen blaffen. Ja, ja. Ja, ze willen natuurlijk graag verschillende manieren van blaffen. Ja. Als het wat hoger is, dan is het vaak, zit er meer opwinding bij. Ja. Maar ja, is het iets wat lager qua toonhoogte, dan komt er meer dreiging bij kijken. Lager is... Ja. Dus zeg maar, als ik een opgewonden ben, dan ga ik bij wijze van spreken ook hoger praten. Ja. Doen we ook met kinderen of andere mensen communiceren. Ja, dat is natuurlijk ook. Ja, ja. Maar komt er een andere emotie bij, ben ik bijvoorbeeld boos, dan wordt het lager, oké. Dat is bij de honden eigenlijk net zo. Dus als een hond laag gaat blaffen, dan is dat wel een teken dat mensen wel even moeten... Deze vindt mijn camera heel eng. Oh, je vindt mij heel eng. Hallo. Je bent wel heel nieuwsgierig. Leuk om naar te kijken hoor. Ja. Die raakt er zomaar niet los. Jawel. Maar wel een hele lieve hond. Heel lief. Maar hij probeert altijd, ook als je met hem gaat wandelen, ligt er een wasmand met handdoeken. Dan is de kans bijna 100% dat hij erin uitpikt. Ja? Hij moet me altijd in de gaten houden en hij verrast je heel vaak nog. En dan lopen jullie gewoon hier door het bos heen? Ja, die maken we meestal... bijna half uur rondjes. Half uur rondje? Ja. Het is nog een beetje historisch. 'S Ochtends dan kunnen we langer wandelen. En 's middags wat korter. En het is omdat voorheen het asiel altijd elke middag open was voor het publiek. Oh ja. Terwijl dus hij moet gewoon een baasje hebben wat echt heel veel met hem wandelt of waar hij ook buiten kan lopen. Ja, hij heeft veel in. En hoe vaak worden ze nou uitgelaten op een dag dan? 3 of 4 keer. Oh. Ja, 3 keer als het 's ochtends een lange wandeling is. Zoals nu vanochtend ben ik een uur gaan wandelen. Ja, ja, ja. En als het half uur wandelingetjes zijn, dan gaan ze 4 keer. Ja, oké. Okay. Joet. Hallo, lieve schat. Hij is ook zo braaf gewoon. Zo rustig. Oh, liefie. Kom lekker bij me staan. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien ben ik thuis gekomen. Ik vond het echt weer een hele leuke dag. En het is weer gewoon weer zo'n moment dat ik gewoon het even moet laten beseffen. Ik zeg dat volgens mij echt elke vlog, maar ik vond het gewoon zo leuk om al die dieren te zien. En ik ben ook heel erg blij dat het er niet stampensvol zat. Nou was het wel het seizoen ook wat ze zei, maar ik ben ook blij dat het niet stampensvol zat, want dat betekent wel dat mensen dus gewoon regelmatig dieren adopteren. En dat ze ook zei van joh, dat men niet ook zei van joh, de katten die gaan gewoon best wel snel weg. En dat het loopt wel gewoon bij ons. Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd een beetje 50-50. Aan de ene kant denk ik wat goed dat het er is. Aan de andere kant denk ik wat verschrikkelijk dat het er is. Want wij mensen kopen maar gewoon shit en dan denken we, oh ja, het werkt toch niet zo goed. Of, oh nee, het dier is heel raar. En dan uiteindelijk blijkt het dier hartstikke leuk te zijn. Maar kunnen wij er gewoon niet mee omgaan. En ik ben het gewoon mee eens dat het eigenlijk altijd bijna altijd aan de mens ligt. Maar goed, ik vond echt een hele leuke... Nou ja, ik heb niet een hele dag meegelopen voor degene die dat denken, maar... het was leuk. En ik ben ook blij dat ik daar ben geweest, want... Mijn allerliefste Antoine komt daar natuurlijk vandaan. Dus ja, ik vind het gewoon... Het is voor mij gewoon een best wel bijzondere plek. En ik vond het ook gewoon leuk en heel erg leerzaam. Dat er dus allerlei verschillende vrijwilligers zijn. Dus dat je dus vrijwilligers hebt voor de honden uitlaten. Maar ook voor het schoonmaken. En dus voor de entertainment. Er komen dus mensen om de dieren te entertainen. En hoe bijzonder het is dat dit zo erg gebouwd is op vrijwilligers. Dat ook heel belangrijk is. Nou is het dierentehuis voorzien van vrijwilligers. Maar ik weet zeker dat er nog zat andere dierenasielen zijn. Of dierentehuis zijn.
dierenpensions zijn die nog vrijwilligers zoeken. Dus als je dat nou leuk lijkt, ga dat dan vooral even opzoeken op internet naar het dierenasiel wat bij jou in het dichtst in de buurt zit. En als je nou dacht van nou, er zit echt, ik heb een hartstikke leuke hond nu in jouw vlog gezien of een leuke kat, ik ben erg geïnteresseerd, ga dan gewoon even naar www.dierentehuis.nl en dan kom je er vanzelf of bel ze gewoon een keertje of ga gewoon een keer langs. Bel volgens mij alleen op afspraak en ga gewoon even lekker kijken, want ik heb zat leuke katten gezien. Ik heb ook echt hele leuke en lieve honden gezien. Er zitten ook wat moeilijke honden tussen, maar goed, als je daar ervaring mee hebt of je wil dat of je hebt daar de ruimte voor, ga dan ook vooral langs. Als je nou een leuke vlog vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Laat ik vooral even weten in de comments wat je van de vlog vond. Vergeet me ook niet vooral op Instagram op de hoogte te blijven van alles. En als je nou een idee hebt met wie of wat ik de volgende keer moet meelopen, laat het vooral even weten in de comments of in een DM op Instagram. En dan zie ik jullie volgende week.